je hebt drie tips. Je moet je goed insmeren met zonnebrand. En dan moet je zo het water in. Dit is prima zo. En dan loop je het water, zet je loop naar het water toe. En dan doe je een trucje. En dan ben je nu helemaal bestand tegen de zomer. Ah. Wat heb jij nog gedaan dan? Heb je iemand... Ik had mijn telefoon nog in de zak. Haha, prank. Wacht, let op. Die heb ik mooi ingezoomd. Ik doe even een lekker dansje. Ga je ook dubbel bekken, Timo? Nee, dan. Ga lekker dansen. Somebody won't tell me the... Wessel gaat even van dat stukje van de brug gaat dubbel bek proberen. Ja, lekker! Sick, yo! Ik wil tussendoor nog. Ik wil hier zit kukkeldorp. Ik wil hier dubbel kork proberen. Ik heb mijn schoenen uitgedaan, want het was glad. Maar ja, mijn stok zijn open gehad, dus ik weet niet wat ik aan het lullen ben. Magic. En trouwens, alle nieuwe kijkers die erbij zijn gekomen door de video van Kevin, heb je nog niet gezien? Kijk hem dan. Staat hier boven ergens in het i'tje. Zeker even kijken. Heel veel abonnees bijgekomen, we gaan veel video's uploaden. En ik heb een nieuwe camera. Ik heb de Lumix G80, dus betere kwaliteit, goeie betere inzoom. Video's, betere zoom. En ik ga dubbelkork doen. Wow, jij bent echt goed, man. Oh, ease! Ease! Maken wij geen video's meer, want er zit alleen maar blauwalg in het water. Ja, voor mensen die weten wat blauwalg is, dat zijn kleine groene dingetjes, daar ga je dood van. Echt? Kortom. Maar ik ben net ook bijna dood. Is blauw of is dat dan niet blauw? Nee, dat is goed. Oké. Is dat door de overheid bepaald? Ja, het zou echt best kunnen, je weet niet, hè? Maar wat is daar voor rare conclusie? Blauw af, maar het is groen. Zeker is waar. Het van binnen blauw. Laat even in de comments weten waarom jij denkt. Ja, ik weet het ook niet. Ja. Fuck! Ah, het is van mijn zand op mijn bek. Oh, ik heb een hele snelle plan aan. No! No! Wat? Wow, laat maar één keer met die op. Nee, niet in het water springen. Kijk dan. 12 seconds later. Daar gaat hij, heel snel. Oh. Welkom bij mijn synchroon zwemmen. Wil je handen in de lucht? Maar wacht, synchroon zwemmen is met z'n twee, toch? Hallo, rondje. Ik kan het. Sam, hij komt op de kop naar boven en jij komt gewoon rechtop naar boven. En nou op de kop. Ja. Oh, dat is kapot, eng. Ik zweer het. Hé, hey, maar ik kan niet lang op blijven staan in één keer. Wat moet ik doen? Oké. Hé, dat dekje beweegt gek. 2, 1, oh, kom hier al. Ik heb gewoon gedaan. Ik wou eigenlijk het beste samen doen, maar ik stond erboven en ik hield gewoon even meer het hekje. Dus ik dacht, of spring nu op en ik ga gewoon man. Maar ik had wel een beetje overslag. Maar ja. Lekker pik. Ik ben wel blij. Ik ga samen met Wes nog even één keer de dual back doen, want hij stond net niet op film. En ik ging net te snel, want ik was een beetje bang. Maar nu ga ik samen met Wes tegelijk. Maar die reling is best dun. Maar daar moet je op staan, dus dan ga je best wel heen en weer. En dat is niet heel chill. Want je kan beter hebben dat je wat breder staat. Heb je wat meer tijd en meer afzet eruit. Dus maar we gaan het gewoon proberen. 2, 1.
Ik kan welke niet goed op het randje staan. Ik ging wel te snel, hè? Ja, welke brug is dit? Huh? Welke brug gaan we naartoe? Ja, we gaan of naar die hele hoge, die blauwe, of we gaan naar de wat lager waar we ook trucjes kunnen doen. Dus we moeten even kijken. Ja, kom op, volg. Zou ik hier gewoon beuken? Nee, je moet er gewoon... Ja, ik ga je gewoon beuken. Nee, je moet gewoon meespelen, jongen. Stom idee. Het was leuker geweest als je dan nog op die paal kwam. What's good? Oké, we zijn nu bij de volgende brug. Ik help je. Dat is mijn brother. Nee, we gaan nu met tweeën van de blauwe boog afspringen. Laat in de reacties weten of ik een Mogol ben. Oh ja, en één mededeling is echt een mededeling die je moet even serieus nemen. Doe dit alsjeblieft niet na. We gaan het wel doen en het is best wel hoog. Hij is echt gewoon 20 meter. En zoals je ziet, er zit dus allemaal stof en zo. Je zit hier op het randje, dus je glijdt best wel weg, zie je dan? En dan moet ze wel omhoog en dan moet ze hun schoenen aandoen en dan komen ze uiteindelijk op. Maar we gaan afspringen en ik ga het lekker weer filmen. Dus kijk gewoon onze video's, hoef ik er zelf al niet naar te springen. Uitzoomen naar ons zo, wow. Niet heel contra, gewoon springen. Komt hij boven? Yo! Dat was hem. Het is voor mij 20 meter hoog. Alleen het nadeel is, als je erin gaat, het klapt helemaal uit. Dit is fucking zeer. Maar was wel leuk. Tripa loski. Nee, tof dat jullie hebben gekeken naar deze nieuwe video. Zie je, ik kan nooit de auto. Oké, mensen, wij zijn klaar voor vandaag. We gaan weer lekker naar huis toe. Het blijft nog een paar weken mooi weer. Dus we gaan flink wat video's maken in het water. Vind je dat nou leuk? En ben je nog niet geabonneerd? Abonneer zeker even op ons kanaal. Vergeet natuurlijk ook niet de video te delen met al je vrienden, je vader, moeder, je opa, oom, je hond, kat of cavia. En je vis. En je vis of je hamster. En dan zou ik zeggen bedankt voor het kijken en tot de volgende video.